gaan op zoek naar onze voorvader, kapitein Van Zijl. Hij leefde 10 generaties terug in de 17e eeuw. Ik ben zijn achterkleinzoon. Geboren in Asperen op 21 september 1642 en op 54-jarige leeftijd overleden in Havana op 3 augustus 1697. De dubbele naam. Aan het eind van de 18e eeuw trouwde Hendrik Langhout met Adrina van Zijl. Ze adopteerde hun neefje Marinus Bart omdat hij wees geworden was. En hebben toen beide namen samengevoegd. Kapitein Van Zijl werd begraven in de Sint-Nicolaaskerk in Benschop. Maar wie was deze Abraham Ferdinand? In dit boekje komen we de volgende tekst tegen. Abraham van Zijl, een man even rijzig van lichaam als groot van geest, zowel in de noordelijke zee als elders, de schrik der vijanden en van de Turken zelfs, de bliksem en de donder der wateren. En dit is niet genoeg, de glorie zijns lands en een sieraad van zijn familie. Nou, dat belooft wat. Dus eerst maar eens naar Benschop. Want in Benschop had hij een landgoed genaamd Zeevliet. Rond 1900 werd het landhuis afgebroken. Vlakbij staat een restaurant genaamd Zeevliet. Waar zijn jullie heen gegaan? Ja, mijn man is Van Zijl. Ja. Van Zijl Langhout. Oké. Okay. En 10 generaties. Zo, ja. Maar waar heeft Zeevliet, dat heeft hier gestaan, hier? Ja, ja. Dit is dat wat ik buiten kan. Hiernaast, gelijk, de boomgaard, ja. Tot vandaag te weten in de duivenkamp. Waar het is. En Zeevliet, dat doen ze altijd dat lamp daarachter weer. Oké. Okay. Ja. Dus het lag echt een stuk naar achter. Dus als wij de polder hingen, dan gingen we naar Zeevliet en dat was die boomgaard daarachter. Oké, okay. Ja. Zo wilden we dat. Ja. Hier waren die landerijen, hier, dat hoorde allemaal bij Zeevliet. En dan twee huizen verderop. Die kant? Ja, kant op. Dus voorbij die schuur. Daar heb het huis Zeevliet gestaan. Zijn daar nog foto's van? Dan ga je even moeten bellen. Oh, ja. Ja, er is een foto van. Uh-huh. Maar ja, de 1, 2, 3 zou ik niet weten waar ik hem heb liggen. Maar er is een foto van dat huis. Ja. En er was 40 hectare, of nee, 40. 80 hectare grond was erbij. Ja. En ik heb ook er een. Ik had dat ook kunnen zoeken, want ik heb er ook een platte grond van hoe dat Zeevliet vroeger het landgoed ingedeeld was. Hmm. Oh, dat is het landgoed. Er komt nu een meneer die komt wat brengen. Die heeft het opgezocht. De buurman komt nu binnen. Met een boek waarin hij heeft opgezocht een artikel over de tuin bij Huize Zeevliet. Benschop ligt vlakbij Utrecht. Het is een kleine gemeente en er is zelfs een straatnaam genoemd naar kapitein Van Zijl. Maar in de kerk schijnt een prachtig grafmonument te zijn. Dus eerst maar eens naar de kerk. De koster, de heer Van S, leidt ons rond. In de grote of Sint-Nicolaaskerk vinden we de grafkelder van de familie Van Zijl. En daarboven het prachtige grafmonument voor de kapitein. De kapitein overleed na een besmettelijke ziekte in West-Indië op 3 augustus 1697. Het lichaam werd geconserveerd en in doeken gewikkeld naar Benschop gebracht. De klokken werden driemaal daags geluid en men begroef hem in de kelder van het koor van de Nicolaaskerk,
op 1 december 1667. Op het grafmonument schreef men de volgende tekst in het Latijn, gelezen door mijn kleindochter Anne Fleur. Hey boy, norilissimo generosis strenuodomi foresso meritor. Oftewel, aan de zeer edele, zeer aanzienlijke, zeer dappere held, de heer Abraham Ferdinand van Zeil, beroemd door de lof zijner verdiensten te huis en daarbuiten. Kijk, dat is dus de reden die dominee Van Dalen gehouden heeft op 7 november 1901 voor dat monument. Ik heb hier ook een tekst helemaal nog en zo. Dus, Ach, wat leuk. Ja. Maar deze kerk is eind jaren 50 gerestaureerd. Ja. Ik meen dat het van 1958 is dit. En dit was de eerste kerk in de provincie Utrecht die gerestaureerd werd na de Tweede Wereldoorlog. Die voet, die hebben ze hier gevonden toen ze in eind jaren 50 de kerk gerestaureerd hebben. Hebben ze die voet gevonden in de fundering. Abraham Ferdinand van Zeil. De bliksem en de donder der wateren. In 1666 was hij luitenant ter zee op de Muiltromp, 46 stukken, en nam hij deel aan onder andere de Tweedaagse Zeeslag. In deze laatste slag werd de 7 provinciën, het schip van Michiel Adriaensz de Ruyter, bedreigd door een grote brander die er juist met dit doel op was afgevuurd door de Engelse admiraal Mark. De Ruyter gaf onmiddellijk bevel om 4 sloepen met vrijwilligers te bemannen. De sloep de Muiltromp werd gecommandeerd door Abraham. De opdracht slaagde. De 7 provinciën bleef behouden. Waarschijnlijk heeft Abraham hieraan zijn bevordering tot kapitein ter zee te danken. Hij voer mee met de Nederlandse vloot op weg naar New York, Nieuw-Amsterdam, toen nog. Bij de begrafenis van de Ruyter mocht hij samen met 18 kapiteins ter zee de lijkbaar begeleiden. De Ruyter was overleden bij de slag bij Etna. Kapitein van Zeil maakte ook deel uit van de vloot die stadhouder Willem III naar Engeland bracht om koning te worden. In 1665 nam Abraham deel aan de zeeslag bij Lowestoft, waar hij als luitenant ter zee diende op de Vergulde Zon, een schip met 46 kanonnen. De bedreigingen van de zee heeft Van Zeil aan den lijve ondervonden. In 1683 verging zijn schip de Gouda voor de Nederlandse kust. Met het grootste deel van zijn bemanning kon hij gered worden. In 1666 nam hij deel aan de beroemde tocht naar Chatham, waarbij een ketting over de rivier was gespannen die stuk werd gevaren door de Hollanders. De tekst op het grafmonument eindigt met een gedenkteken van zijn verdiensten. Duurzamer dan metaal heeft men hier geplaatst.